Goedemiddag wielerfans, Lotto Jumbo fans. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza, meteoroloog en ik ga jullie vertellen wat voor weer de renners onderweg hebben. Voordat ik dat doe, laat ik eerst nog even zien hoe wij de Lotto Jumbo ploeg het hele seizoen helpen. Zowel de schaatsploeg als de wielrenners hebben toegang tot een speciale weer-app waarin we per wedstrijd aangeven wat voor weer het is. Op het linkerkaartje hier zie je de komende wielerwedstrijden waar de Lotto Jumbo-ploeg aan meedoet. En rechts zie je dan de gedetailleerde weersverwachting. Voor een aantal punten onderweg laten we dan het weerbericht zien. En uh, nou, afhankelijk van de snelheid van de renners weten de coaches dan wat voor weer het daar zal zijn. Je ziet daar heel veel verschillende temperaturen staan. En die hebben allemaal te maken met de snelheid van de wielrenners. Want bij een snelheid van 20 km is de gevoelstemperatuur anders dan als je bijvoorbeeld met 80 km per uur van de berg af raast. Daardoor zie je ook vaak dat ze op de top speciale kleding even aandoen om net wat warmer te zijn. En dat hangt allemaal van die uh, windchill af, de gevoelstemperatuur. Vochtigheid is uiteraard ook belangrijk. Bij zeer benauwde omstandigheden moet er beter gedronken worden. En de neerslag en de wind spelen ook een rol. Nou, dit soort details krijgen de, de ploegleiders niet alleen, maar ook de wielrenners. Ook die kunnen gewoon altijd kijken in onze app wat het weer zal zijn tijdens de wedstrijd of op hun trainingslocatie. Nou, in dit geval zie je de weersverwachting al voor Milaan. Veel zonnetjes en het is inderdaad schitterend weer in het noorden van Italië. Vanochtend vroeg, volop zonneschijn al. Temperaturen dicht bij het vriespunt aan de voet van de bergen. In Milaan was het wat zachter, gelukkig. De temperaturen waren daar bij de start zo'n 13 tot 15 graden. En onderweg hebben de wielrenners met weinig wind te maken en met volop zonneschijn. Ook als ze de Passo del Tocino eh, passeren... temperaturen daar op de top, en dat is zo'n 500 meter hoogte... 11 graden en vrijwel windstil weer. En inmiddels koersen ze dus richting San Remo, richting de Poggio... en ook daar nog steeds eh, stralend zonnig weer. Geen regen dus, geen gladde wegen. Misschien hier en daar wat zand of steentjes die voor gladheid kunnen zorgen... maar verder geen bijzonderheden. 14 graden op de finishlijn, de wind waait uit het zuidwesten... Het is dus wel een tegenwind, maar met Windkracht 2, nou, daar zullen deze profs geen last van hebben. Perfecte omstandigheden voor iedereen, dus uh, ook weinig voordeel te halen uit het weer van vandaag. Dan kijk nog even naar ons weer, want dat zonnige weer dat willen wij in Nederland natuurlijk ook wel hebben. Dit is de 15-daagse en we zien dat we voorlopig nog even temperatuur houden rond de 10 graden. Maar kijk eind volgende week richting het paasweekend, dan lijkt het kwik toch serieus omhoog te gaan. Dus met een beetje geluk. Hebben tijdens de Paasdagen ook in Nederland fraai weer met temperaturen rond de 15 graden. En heel misschien wordt het zelfs nog iets warmer. Maar goed, dat is nog ver weg. Heel veel plezier vanmiddag met de wedstrijd. En hopelijk wint iemand van de Lotto Jumbo ploeg.